We staan bij de Lakenhal aan de Lammermarkt. En daar gaan ze het plastic verwijderen dat de afgelopen maanden de nieuwe gevel heeft verstopt eigenlijk. Hè? Want het was aangebracht voor het weer, zodat ze bij slecht weer ook door konden werken. Nou hoopten we natuurlijk dat het heel mooi in één keer naar beneden komt vallen, zometeen dat witte doek, dat plastic. Maar dat zal wel niet. Want het zit op een heleboel punten vast aan de steigers. Dus dat zal wel stukje bij stukje gaan. Maar we gaan het zien. Ze gaan het binnen enkele minuten eraf halen. En daarboven, dat blauwe vlak in het midden, zie je al dat ze bezig zijn om het een beetje los te snijden. De tekst in het blauw kan je misschien niet helemaal lezen, maar het is een gedicht over de Lakenhal gemaakt door de vorige stadsdichter Wouter Idema. Daar rechtsbovenin staat nu een meneer in een rood overal. Die gaat het losmaken. Hij hijst zichzelf eerst even in een veiligheidscorset. Nou, op straat wordt het ook even afgezet, want ja, daar valt zo meteen toch een heel groot stuk plastic. Nou, het gedicht van Wouter Idema wordt nu ook weggehaald. Dus dat is dat blauwe vlak in het midden. Nou, daar komt het eerste stukje. Langzaam maar zeker wordt er steeds iets meer zichtbaar van die gevel van de vernieuwde Lakenhal. Of eigenlijk is dit helemaal de nieuwbouw, hè, aan de Lammermarktkant. Dat is de uitbreiding. Met beneden expositiezalen en boven de werkruimtes voor het personeel. Een hoop kritiek is er geweest op de plannen voor deze hoge gevel aan de Lammermarkt. Trekzak werd die wel genoemd, omdat er zo'n soort een harmonica in zit. We gaan zo meteen voor het eerst zien hoe dat er nou echt in praktijk uitziet. Duidelijk is in ieder geval wel dat op de eerste plaatjes die destijds van het ontwerp gepubliceerd werden, een beetje leek op een grote betonnen massa, maar dat is helemaal niet zo. Het zijn allemaal kleine steentjes en dat maakt het allemaal een stuk speelser. Kijk, daar gaat weer een heel stuk. Inmiddels wordt toch wel redelijk zichtbaar hoe die nieuwe gevel eruit gaat zien. Hij is natuurlijk nog niet klaar, de raampartijen moeten er nog ingezet worden. En de onderste verdiepingen zien er dan weer anders uit dan de opbouw. Ja, en die blijft nog een beetje verstopt door die soort bak hebben ze gemaakt van de steiger. Waar het doek nu ook invalt, dat plastic doek. Maar we krijgen in ieder geval een hele aardige indruk van hoe de nieuwe Lakenhal in ieder geval aan deze kant eruit gaat zien. Ja, en daar gaat een van de laatste stukken van het zeil. De klus is een beetje geklaard, zodat we nu een heel aardig beeld hebben van die nieuwe gevel van de Lakenhal. Aan de zijde van de Lammermarkt, de gevel van de nieuwbouw, de uitbreiding van het museum. Ja, en hoe het er dan echt helemaal uit gaat zien, dat kunnen we natuurlijk pas goed zien als straks de steigers weg zijn en ook de ramen erin zitten. Maar zover is het nog niet. Zo'n beetje de hele gevel nu in beeld. En daar linksonder gaat het laatste stukje van het plastic doek dat zo lang de nieuwe gevel van de Lakenhal heeft verstopt. Dat was trouwens niet de reden om het aan te brengen. Dat was zodat de werklieden door konden gaan als het slecht weer was. Het is op de draad gemetseld, hebben we ons eerder alles uit laten leggen, die steentjes. Want het is een hele bijzondere structuur. Dat kan je niet goed zien vanaf deze afstand en ook niet omdat de steigers er nog voor staan. Maar als dat straks ook allemaal weg is en je kan het van dichtbij bekijken, dan zal je zien dat het heel kunstig in elkaar zit. De ramen die we zien op de etages, drie verdiepingen, dat zijn de kantoorruimtes van het personeel van de Lakenhal. Die straks allemaal in het museum zelf hun werkplek hebben. Anders dan in het verleden, toen paste dat allemaal niet. En daaronder, maar dat kan je echt bijna niet zien, want er staat heel veel voor. Nog hekken met doeken en steigermateriaal. Maar je ziet wel daar een paar hele grote raampartijen. En dat zijn de ramen van een aantal nieuwe expositiezalen. Ja, en als je dan straks in die zaal staat, heb je een prachtig zicht op het plein en op Molen de Valk. Het nieuwe cultuurplein Lammermarkt. En zo staat hij er nu dus bij. De Lakenhal, de nieuwbouw aan de zijde van de Lammermarkt. Aan de zijkanten zit het bouwplastic er nog op. Dat gaan ze er nu afhalen. En zo wordt er steeds meer zichtbaar van dat nieuwe museum. En dan met name van de nieuwbouw. De nieuwe gevel aan de Lammermarkt, ja, waar toch wel heel wat over te doen is geweest en nog steeds. En dat zal nu wel weer opnieuw beginnen, nu die zichtbaar wordt. De een vindt het prachtig en de ander vindt het spuuglelijk. En ze hoort het misschien ook wel een beetje bij de nieuwbouw van een museum. Want kunst moet natuurlijk altijd emotie oproepen, discussie veroorzaken. En daar is niks mis mee.